Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arjan hier en vandaag heb ik wat gameplay van gisteravond, maar het boeit helemaal niet om de gameplay. Ik zal er wel even kort wat over vertellen. Het is een 63 om 9 met UAV, counter UAV en orbital in ground war en ik haal dus weer 63 kills met non-lethal killstreaks only. Dus ja, dat is gewoon weer lekker om naar te kijken. En ik haal twee keer een redelijk mooie streak. Eén keer een 15 streak, iets meer. En één keer iets boven de 20 streak. Maar goed, ik speel met LazyGamer Luca. Ook gewoon een goede speler. Maar goed, vandaag heb ik een onderwerp. Ja, ik heb gewoon weer een onderwerp. Want de laatste tijd is... Sydney is redelijk wat in het nieuws. En voor de mensen die Sydney niet kennen, dat is die jongen van jullie stelen van die rijke niggers, die rijke tata's tenminste. Of ik stel van die rijke niggers, die rijke tata's, die kerel. Die is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. In ieder geval redelijk wat bij Po-nieuws. En hij heeft dus ook een nummer gemaakt. Dat ik stel van de rijke niggers, van die rijke tata's. Daar heeft hij gewoon een nummer van gemaakt met... hoe heet hij ook weer? Met Pest. Pest 1. En daar heeft hij een nummer mee gemaakt. En ik vind dat best wel leuk om te zien. En ik denk, ik ga mijn mening er gewoon over geven. Wat ik ervan vind dat zo iemand in één keer soort van bekend wordt. Want er zijn wel redelijk wat mensen die op hem lopen te haten. Die vinden dat hij het niet verdient of zo. Die laat reacties achter van ja, waarom hij wel en waarom ik niet en zo. Wat is hij beter dan mij? En dan denk ik, jongens, wat triest, weet je. Waarom gun je die jongen niks? Waarom moet het altijd ikken, weet je. Maar goed, ik zal mijn mening er even over geven. Want ik vind het echt, ik vind het gewoon prachtig dat hij nu zo'n soort van bekend wordt. Want ja, echt bekend kun je het niet noemen. Maar goed, hij heeft gewoon een nummer opgenomen. En... hij is een soort van uit de slop gehaald of zo, zou je kunnen zeggen, denk ik. Want, ik heb wat andere video's van hem gezien of zo, die hij zelf op heeft genomen. En dan zit hij gewoon in een auto, zit hij gewoon te blowen. En, als je dat zo ziet, weet je, dan denk je echt van, wat doe je met je leven, weet je. Want hij zit de hele dag te blowen, niks anders te doen of zo. Hij gaat af en toe eens een keertje naar school en... je weet niet echt hoe die het heeft. Want volgens mij had hij het redelijk slecht, weet je. Maar goed, weet je. Dan vind ik het mooi om te zien dat hij zo uit de slop gehaald wordt. Eigenlijk door één keertje negatief op tv te komen. Want het was niet echt positief hoe hij op tv kwam. Het was meer een beetje een lachertje. Een beetje om hem uit te lachen en zo. Maar dan... komt hij uiteindelijk zo in het nieuws en dan zijn er mensen die, tenminste Past One, die heeft waarschijnlijk dan gezien een van zijn video's waarin hij rapt. En dan ziet hij gewoon van, weet je, hij kan best wel zingen. Hij heeft gewoon een stem ervoor. En ik vind dat echt mooi om te zien. Ik gun het hem ook echt dat hij daardoor wat bekender wordt, weet je. En dat hij daardoor ook uit de slop gehaald wordt. Want dat vind ik een van de mooiste dingen om te zien. Dat mensen die eerst eigenlijk een soort van nutteloos leven, in ieder geval. Niet nutteloos, maar gewoon een leven die niet zo heel erg goed loopt. Dat zo veranderd kan worden door één persoon die ze eventjes een keertje helpt. Ongetwijfeld, hij verdient er geld aan. Nu die single op heeft genomen en zo, dat nummer. En ja, weet je, dat zulke dingen vind ik het mooiste om te zien wat er is. En ik gun het hem ook echt, weet je. Dat hij gewoon uit de slop raakt. Dat hij geholpen wordt en... en ja, dat hij gewoon erbovenop komt. En ik weet niet of hij gestopt is met blowen. Ik hoop het voor hem, want het kost volgens mij wel redelijk wat geld. Maar ik denk, ik zal mijn mening er even over geven. Ik vind het in ieder geval heel erg mooi dat hij zo uit de slop geholpen wordt. En dat hij zijn leven zo op de baan krijgt. Dan zie ik van die reacties van, ja weet je, waarom verdient hij het wel? Waarom hij wel en zo en waarom ik niet? En dan denk ik echt van, ja weet je... dat is eigenlijk wel de tijd van nu. Niemand gunt elkaar iets. En dat is eigenlijk best wel triest. Ik gun het hem in ieder geval wel. Ik vind het... ik vind hem best wel leuk voor hem in ieder geval. Dat hij zo op die manier een beetje zijn fame krijgt. En zijn leven op de rit krijgt. Maar goed, dat is mijn mening erover. Laat jullie mening ook eventjes achter in de reacties. Wat jullie er nou van vinden als iemand in eerste instantie... een soort van negatief in het nieuws komt. En zijn leven niet echt op de baan heeft. En dat hij dan eigenlijk... binnen een paar maanden gewoon in één keer zijn hele leven omdraait. En in één keer positief in het nieuws komt. En gewoon in één keer een soort van semi-beroemdheid wordt, laat maar zeggen. Je zou hem niet echt beroemd kunnen noemen.
Maar goed, hij heeft toch wel wat naambekendheid inmiddels. Dus ja, dat vind ik mooi om te zien. Leuk om te zien ook dat dat nog kan. Dus ja, laat jullie mening hierover gewoon achter. Was eventjes een korte mening van mij. Ik denk, is het misschien wel eventjes grappig om het daar eventjes over te hebben en mijn mening erover te geven. Maar goed, ja, eerste ronde is nu voorbij. Uit mijn hoofd heb ik nu 27 kills. Of 37, het zou kunnen. Volgens mij 27. Maar goed, de tweede helft wordt dus nog gewoon, ja, lekkerder. Ik haal dus nog 36 kills in die helft. Is gewoon lekker. En nog een 20 streak. Maar ja, ik heb wat gameplay verwijderd de laatste tijd. Want ik denk, dat zal ik wel eventjes laten weten. Want ik heb nog wat gameplay staan van, ja, ik had zelfs nog gameplay staan van de eerste 2 weken of zo dat Black Ops 2 uit was. Nou ja, dat waren scores als 29-2 of 30-3. Nou ja, voor de eerste 2 weken is dat gewoon een prima score. Maar om dat nu te uploaden, heb ik zoiets van, nee, laat maar niet doen. Dus die gameplays heb ik allemaal weggegooid. En ik heb nu nog zo'n 5 à 10 gameplays staan. Dat is allemaal van het dubbel XP weekend of van gisteravond. Gisteravond weer 2 à 3 gameplays gehaald. Was ook gewoon weer lekker. En ik denk dat ik, ja, ik denk dat ik meer pistolen gameplay ga uploaden. Ik zit te denken om een Pistol Monday te doen. Aangezien Super Shotgun Zondag dus is verplaatst naar, ja, dus is verplaatst naar Gameportaal. En een vriend van mij zei het vandaag tegen mij van, ja, weet je, waarom upload je niet gewoon een serie waarin je met pistolen gaat spelen? En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb al eens een keer een compilatievideo gemaakt met de TAC 45. Dat beviel goed. Ik vind het zelf ook leuk om met pistolen te spelen. Dus ja, waarom zou ik niet gewoon een pistolenserie doen? Dat ik iedere week met een andere handpistool, iedere week in een andere Call of Duty, dat ik dat gewoon doen. Ja, dat ik dat gewoon ga doen. En ik zit nog even te denken of ik dat überhaupt ga doen. Laat jullie reacties daarop dus ook achter. Ik denk dat het op zich wel een leuke serie zou worden. En laat ook even achter welke dag dat het beste zou uitkomen voor jullie. Ik zat te denken aan Pistol Monday of Pistolen Maandag of zo. Ik weet niet hoe het precies het beste klinkt. Maar ja, laat dat nog maar eventjes achter. Dan zal ik kijken of dat bevalt. En desnoods upload ik dus vanavond dan de eerste sessie al van Pistolen Maandag. Dat zou al helemaal netjes zijn, denk ik. En ja, dan kunnen jullie dat in ieder geval verwachten. Want ik wil natuurlijk wel de gaten die ik maak, wil ik wel opvullen. Dat lijkt me wel leuk op zich. Dus ja, laat achter welke dag ik zou moeten pakken. En of jullie dat wat lijkt, Pistolen Maandag of zo. Of Pistolen Dinsdag, Pistolen Woensdag. Laat het allemaal maar weten. Maar goed, ja jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga hier nog om een redelijke eindstreek. En ik weet het, ik zit hier eventjes een beetje te campen. Dat is gewoon eventjes afwachten. Ik heb een orbital in de lucht en ik zie dat ze nu van 2 kanten kunnen komen. Maar ja, dan speel ik het gewoon een beetje slim. Een beetje headglitchend, beetje slim. Af en toe moet het ook wel kunnen op een streak. Gewoon even slim spelen. Maar goed. Ja, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. 63 kills met de non-lethal killstreaks. Gewoon een lekkere, rushende gameplay. Ja, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat een groen duimpje achter, zeker als jullie hem leuk vonden. Dat helpt mij natuurlijk weer enorm. En laten we dan richting de 3000 abonnees gaan. Want het gaat echt super snel. Ik moet er nog een stuk of 27 toen ik nu keek. Dus ja jongens, laten we dat zo snel mogelijk bereiken. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Nogmaals hoop ik dat jullie hem leuk vonden. En ik ga binnenkort weer nuclears uploaden. En ik ga ook voor nuclear gameplay. Maar goed jongens, dit was hem. Bedankt voor het kijken. Nogmaals, laat achter wat jullie van zo'n serie zouden vinden. En wat jullie van die Sydney vinden. Of jullie het hem gunnen of niet gunnen. Ik gun het hem in ieder geval wel. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. En adieu.